We hebben afgelopen jaar hebben wij een franchisewinkel gekocht van een van de grootste franchiseondernemers van Nederland. En dat hebben wij om een reden gedaan. Wij zijn traditioneel een consultancypartij waarin wij naast de ondernemers staan, waarin wij naast de corporate organisatie staan. En wij wilden eens met beide poten in de klei staan. En vanuit het principe put your money where your mouth is. En wij dachten van nou, laten we dat maar eens een keer echt gaan doen. En dat betekent dus dat we nu een eigen winkel hebben. Dat we de ervaringen en de competenties die we hebben opgedaan in de grotere organisaties die wij servicen, dat we die nu toepassen op de winkelvloer, in een winkel. En ik kan je zeggen, doen we met veel plezier. En het is elke dag een speeltuin eigenlijk. Een mooie speeltuin waarin we veel leren, waarin we veel kunnen verbeteren. En wat we ook, waar we onze kennis direct kunnen toepassen. Nou, wij doen een aantal dingen. Enerzijds vanuit onze organisatie. Wat wij doen is wij verbeteren prestaties op de werkvloer door mensen te laten excelleren. Dus voor ons gaat het zeker ook om de mensen die feitelijk in die winkel werken. En wat wij doen is onze interventies zijn op een aantal gebieden. We kijken naar hoe processen zijn ingericht, hoe we daarop sturen, welk gedrag daar dan het meest effectief bij is en wat voor type leiderschap, in dit geval van een ondernemer of een winkelmanager, daarvoor nodig is, zodat die mensen ook de juiste dingen doen, aansluitend op hun doelen. Waar wij naar kijken, of eigenlijk waar we mee experimenteren, is in dit geval gamification of gamificatie. En gamification is het toepassen van spelelementen in een real-life context. Dus het is niet serious gaming. Denk dan aan piloten die oefenen in een simulatie die daar gaan zitten. Nee, het is in de echte wereld met echte klanten, met echte medewerkers, met een echte ondernemer die we spelenderwijs gedrag laten veranderen ten einde prestaties te verbeteren. En dat hebben we vorig jaar in een hele succesvolle pilot gedaan. En dat doen we dit jaar, zetten we dat breed uit, zowel in retail, maar ook in non-retail omgeving. Wij combineren ook fysiek met online, als in dat wij op de retailvloer staan. Op de retailvloer, nou, niet alle producten zijn in die winkel beschikbaar. En eigenlijk wat wij willen, ook in onze winkel, maar ook in de andere franchisewinkel, is dat klanten niet met nee naar buiten lopen, dus niet zonder product. Maar ja, niet alle producten zijn in de winkel beschikbaar. Dus wat wij willen doen is, we gaan samen met de medewerkers, die trainen we, daar ontwikkelen we ja, games, missies op, zodat die medewerkers in staat zijn om klanten zo te binden dat ze ook met een product de winkel uitlopen, online dan wel offline. Dus als een product niet fysiek aan de winkel is, dan lopen ze met een tablet, met een telefoon, lopen ze naar de klant, gaan ze het gesprek aan over wat die klant echt wil en proberen we op de winkelvloer ook nog thuis te bezorgen, de volgende dag in de winkel en daar experimenteren mee en dat werkt goed. Nou, gamification is voor ons wel echt het speerpunt. Hè. Dat ligt ook dicht bij waar wij goed in zijn. En als ik zoek naar innovaties, dan gaat het voor mij ook veel om klantenbinding. Mensen echt betrekken bij je merk. En ik denk dat dat voor ons de twee belangrijkste zijn waar wij ook waarde kunnen toevoegen. Ja, waarom nou What's Going On in Retail? Ja, hele mooie vraag. Enerzijds omdat het gaat over de huidige trends, het gaat over innovatie, het gaat over topspecialisten bij elkaar vanuit dezelfde branche die kennis gaan delen. Dus voor mij een must op het moment dat je bij wil zijn, als je wil weten wat de trends zijn, waar je inspiratie kan opdoen over nieuwe innovatie en in dit geval gamification.